Kijk, daar hebben we de motor staan met de nieuwe knalpijp eronder, mensen. Knalpower! Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, ik heb heerlijk geslapen. Mijn moeder ook, die sliep de kamer naast mij in de logeerkamer. En mama die is gaan voorbereiden, want die gaat straks weg op de motor. Dus ze is even de motor beneden uit de garage aan het halen. Die gaat ze buiten neerzetten. Maar nu ga ik haar even in de maling nemen, want... Dat is gewoon leuk. En ik heb hier waterballonnen gekregen van mijn moeder. Voor mijn verjaardag, onder andere. En nog een paar leuke dingen, maar dit in ieder geval... En het lijkt mij wel leuk om gewoon die waterballonnen op mijn moeder te gebruiken. Wat ben ik toch een leuke zoon. Oké, dus daar komt hij. Ik hoop dat hij er omheen past. Ja. Wow! Oké, deze is lek. Dat is de eerste. De kraan is misschien een beetje te breed voor deze. Oké. Ja, deze doet het. Deze doet het. Ja. Yes! Oké, dames en heren, ik heb een waterballon en daar gaan we. Ik heb Hallo? Mama! Alles goed? Ja hoor, helemaal goed. Heb je de motor buiten gezet? Nee. Wat dan? Ja, ik kon het knopje niet vinden. Hoe je eruit moet. Echt? Ja. Dan loop ik wel even met je mee. Ik zei van, er zit ergens een knopje en dan is daar gewoon van, eruit, heel groot. Nou, ik stond daar en ik denk, ja. Ik ben blij dat ik niet alleen ben. Nou, ik kom allemaal even helpen, want er staat ergens een knopje binnen in de garage. En als je daarop klikt, dan gaat de deur open. Maar als je die niet kan vinden, dan kan je er niet uit. Dus nee. Ik loop wel even met je mee in mijn onderbroek. Hallo, sokje. Hey, kijk eens wat ik hier heb. Het is een waterballon. Ja. Een waterballon die zelf dicht gaat. Kijk, want er zit een balletje daar zo. En dat balletje zorgt ervoor dat er niks uitgaat. Als ik hem op zijn kop hou, komt er wel wat uit. Zie je? Maar zo niet. Kijk. Welk een lekker ding. Oké. Mama die komt naar buiten elk moment. Dus daar gaan we. Ik heb mama namelijk heel even de knop laten zien van de garage. En ik had haar zo net al laten schrikken. Eigenlijk omdat ik niet wist wat ik moest doen. Want ik dacht, shit, ze is zo snel terug. Kijk. Daar rijdt ze. Ze moet ons niet zien, hoor. Je zag me. Nou, kom ik croissantje eten? Ja. Yay. Oké, nu is het tijd. Nu is het tijd. Komt-ie. Dat is leuk, hè? Ik geef je nooit weer zoiets. Ik geef je nooit weer zoiets. Zoals ik al zei, mama had het gegeven voor mijn verjaardag. En dat moet je ook niet doen. Dat is niet handig. Jo. Hallo. Kroosantjes! Ik laat je niet weer verrassen. We gaan lekker croissantje eten. Oh, jeetje. Ik heb echt ongelooflijk veel berichtjes gelezen van jullie. Heel erg bedankt daarvoor. Over het wassen van mijn nieuwe auto. En nu hebben jullie waarschijnlijk wel gezien in vorige vlogs dat ik met mijn auto altijd de wasstraat inging. Alles automatisch met borstels. Maar voor deze auto ga ik dat wel even anders aanpakken. Dus ik heb nu een hele leuke afspraak gemaakt hier bij de car wash. Dat ik hier gewoon elke week kan langskomen, mijn auto kan laten wassen en dat die weer helemaal in topstaat is. Dus er is al, zoals jullie zien, even wat zeep op gespoten. En hier wordt de auto helemaal verzorgd en behandeld en wordt alles helemaal mooi schoon. Dus ik zal straks even aan jullie het eindresultaat laten zien. En hier ben ik wel echt heel erg blij mee. Want zo'n auto heeft gewoon echt perfecte verzorging nodig. Klinkt misschien een beetje stom voor mensen die helemaal niet gek zijn van auto's. Of denken van, wat doe je nou moeilijk? Rij even snel door die car wash en klaar. Maar ik ben super blij dat ik hier terecht kan en mijn auto elke week kan brengen. En dat die even helemaal nice wordt schoongemaakt. Dus echt super tof. Ik laat jullie straks het resultaat zien. Het eindresultaat.
Maar voor nu staat hij al aardig goed in de zeep. En straks de andere kant ook nog eventjes. Want er zitten ondertussen in die weektijd al aardig wat vliegjes op. En die worden er allemaal eventjes afgespoeld. Dus dit wordt helemaal nice, mensen. Dus hier zien jullie nu de auto en dan straks het eindresultaat. Holy shit! Nu is de auto helemaal in topstaat. Die is echt prachtig geworden. Dus een shout-out naar Mr. Car Wash in Zeist. Heeft hij echt knijters goed geregeld. Maar nu, dames en heren, misschien zien jullie het al, heb ik mijn motorkleding aan. Ik heb hier mijn motorhelm en mijn moeder die is al met de motor hierheen gekomen. En wat tof dat je erbij bent, man, want we gaan het nieuwe geluid horen van mijn motor. Ik heb de dopjes al klaar. Als het echt heel heftig is, kan mama de dopjes in doen. Ik ben heel benieuwd. Ik weet niet of hij hier staat, binnen staat. Oh, volgens mij staat hij hier al klaar. Kijk, daar hebben we de motor staan met de nieuwe knalpijp eronder, mensen. Holy shit. Dit is heel erg nice. Akrapovic voor de MT10. Oh, dat carbon is nice, hé. Het ziet er zo mooi uit. Oh. Dat past ook helemaal hierbij, hè. Dit is episch. Maar ja, nu nog even starten. Wordt het heel hard, denk je? Ik denk het wel. Ik hoop het. Ik hoop het. Alles gelukt? Ja, alles gelukt. Ik zal de sleutel even pakken. Ja, heel graag, dankjewel. Zo. Ik ben echt heel erg benieuwd. Kijk, sleutel wordt erin gedaan. Is het hard? Oh. Ja, dit is wel leuk hoor. Dit is wel leuk. Oh, nice. Heel erg nice. Nou mensen, ik heb hier de helm. Ik heb de camera. Mama start de motor alvast, dus ik spring er ook snel op. En dan zal ik er straks nog even wat over vertellen. Maar dan ga ik nu in ieder geval heel snel even een lekker stukje rijden. En ik neem jullie mee natuurlijk. Zo, dames en heren, dat was een mooi ritje, maar ik ben wel mijn moeder verloren. Waar is mama? Ik denk serieus dat we elk moment mama daar op de snelweg voorbij kunnen zien rijden. Ik zie daar wel motorrijden, maar dat is mijn moeder niet, nee. Maar ze moet hier wel ergens op de snelweg zijn, achter mij. Nou, weet je wat wij doen? Wij gooien in ieder geval de tank vol. Ik moest namelijk verplicht stoppen, want mijn tank is bijna leeg. Pakken we wat benzine. Hoppakee. Vol gooi je die handel. Het zou wel heel erg grappig zijn als ik nu na het tanken mijn moeder in één keer zo op de snelweg voorbij zou zien rijden. Maar dat gaat niet gebeuren, denk ik. Maar ik moet even naar binnen, ik moet even betalen. Hebben we samen wat de foto? Ja. Kan erbij staan. Oké, dames en heren. Ik ben er klaar voor. Daar gaan we weer. Holla die jee. Mooie roze tas hoor. Let's go! Zo, we zijn er, dames en heren. We zijn op de camping waar mijn opa en oma staan. Nu moeten we alleen nog even opa en oma zien te vinden. Heel rustig rijden hier. Daar is oma. Kijk, oma op de fiets.
Opa! Gefeliciteerd! Ja, mooi hoor. Hoe is het? Helemaal goed. Gaat het goed? Ja, met jou ook. Ja, heb je zin in je cadeautjes? Tuurlijk. Mooi zo. Zoals jullie zien heb ik nu nog mijn motorkleren aan. Maar de vertassie open. Kijk, voor het mooie weer. Kort broekie, t-shirtje, schoentjes mee. Hatsenflats. Past precies allemaal. Ja, die heb ik al besteld. Even omkleden. En zo. Ik kreeg een koffielepel. Dat doet de opa hoor. Koffielepel. Dat is gewoon voor yoghurt. Ja, dat is vlaag. Ja, ik vind niet voor de soeplepel. Oma, ik kan gewoon hier tegen het bosje plassen? Nee. Ben je goed? Waar kan ik plassen dan? Mooie schoenen. Ik wil wel even met je mee. Ja? Oh, bij het toiletblok. Ja, ik ben langs gereden. Ik ben op de motor. Hè? Oma! Heb je nou helemaal geen koekjes, hè? Even serieus. Nee, ja. Ik heb zin in koekjes. Ja, ik heb wel... Ja, je hebt wel koekjes. Crackers. Ja, droge crackers, oma. Nee, dit zijn geen droge crackers. Oh. Dit is met olijfolie en oregano. Oh, lekker. Ja, die zijn echt heel lekker. Oh, lekker, dankjewel. Ik wil er ook nog wel wat op doen. Nee, maar we gaan zo eten, ja. Ja, dat doen we straks. Maar ik heb zoveel trek, joh. Ik moet groeien, hè, oma. Moet ik banaan? Ja, dat is ook wel lekker. Maar ik neem de eerste krekken ja, zo. Ja, doe dat maar. Wil je ook een krekken, oma? Nee. Nee? Nee, want dan ga ik, kan ik straks niet meer eten. Van krekken kun je goed poepen, hoor. Nou, niet vergeten. Nou, we eten de krek zelf op. Ah. Oh, speciaal voor de jongeren. Vlieg. Ja, dat zal wel. En vooral dan om het te plagen. Kan ik dat niet voor de nou, nee. Volgens mij mijn koffie is weg. Dus, ja, koffie is weg. Opa? Kleedjes. Oh. Die tas ook? Ja, de tas ook. Oh. Die vind jij wel leuk, hè? Ja. Cadeautjes. Cadeautje, nou ik ben toch wel erg benieuwd. Monopoly. Ja. Nou, mensen erg je niet. Is het niet voor opa en oma? Nee, die is alleen voor opa. Die is alleen voor mij. Geur het nog stuk, Henk. Ik heb nog even geduld, mijn arm is een beetje lang. Oma kan nooit wachten met cadeautjes. Nou. Op de kop. Een fotoboek. Op de kop, Henk. Dit naar beneden. Zo. Dit is dit. Lion Brand. Dat ziet er erg... Een pokerspel? Ja. Een strippoker is ja. Dit. Where is pokeren? Lion is leeuw. Pokerleeuw. Zo. Oh. Zo. Kijk. Oh. Jee, oh, nog dat één. Dat is een hele mooie. Oh. Ja. Die doe je maar direct aan, Henk. Dat bepaal ik zelf wel. Nog zo mooi. Kijk eens. Oh, dat is mooi. Wat nummer? Kijk, dat is de leeuw. L. Is L goed voor opa? Ja, ik heb L of M. Ja. Maar ik geloof dat dit goed is. Dat het, prachtig. Oh, direct even aanpassen. Deze, Henk. In de paskamer. Nee, dat hoeft niet. Nou, mooi. Deze. Ja, het zijn hele mooie kleuren. Nou, en hoe en dan in kleuren. Zo'n doos. Nou, mensen, kinderen, die doos is nog duurder dan dit. Ja. Kijk, jij moet er naar kijken. Jij hebt er ook nog wat aan. Ja, is toch een cadeautje voor opa en oma. Want ja. Jij kijkt naar opa. Ja, zo moet je het altijd bekijken. Ja, toch? De doos is duurder dan dat. Zoals het was geen karton. Heel erg koud. Kijk, nu zien jullie van wie ik al die spieren heb. Opa, 80 jaar. Kijk eens even. Flexen met opa. Even flexen. Spierballen laten zien. Even flexen. Yeah! Yeah. Opa, 80. Hoppakee. Vroeger als je 80 was, dan dreven ze de spot met je. Dan zeiden ze, opa, 80, zenuwachtig, speelt nog met een rammelaar. Echt? Ja, dan komt het mensen van 80 die begonnen te dementeren. En die begonnen kind te worden. En dan wisten ze toen nog niet wat dat was. En ze wisten vroeger niet wat dementeren was. Zit perfect. Formidable. Ja? Ja.
perfect. Nou, maar zit er nog meer in? Ja, ik had het al gezien. Waar dan? Nee, mooi. Aparte kleur. Hè. Prachtig. Mooi. Aanhouden. Daar ben je heel blij mee. Ja. Ik ook. Mooi. Wat is dat, Bordeaux rood of zo? Nee. Ja, Bordeaux rood. Ja, dat is Bordeaux rood. En dit is ook heel mooi. Of had je liever deze nu aangehaald? Ik laat aan u de keuze, maar ik trek deze niet uit. Nee, mooi hoor. Mooi, Henk. Ja, prachtig. Ja. Nou, echt heel mooi. Buik inhouden, Henk. Oh. Hey. Nog één? Formidabel. Oh, dat is mooi. Ja. Yeah. Happy. Prachtig. Oh, leuk hoor. Oma, het is een cadeau voor opa, hè? Ja, maar ik ga er ook over. Zeg, ik kijk tegen mijn man. Nee, ja, leuk. Mooi, ja. Mooi. Ja. Heel mooi. Maar ik pak hem nou niet uit, denk ik. Nee, we laten hem eerst nog even zo. Ja. Top. Hoe was dat dan? Nou. Handschoenen. Misschien is dat wel cafeïne shampoo. Nee. Dit is super. Sokken. Oh ja, dat vind ik heel leuk. Die kan ik ook gebruiken. Dat had ik niet gedacht. Ik wel. Waar denk je dat je die kan halen, oma? Bij jou. Ik kom maar gewoon langs, hè. Nee, maar als mensen dat nou willen kopen, dan moeten ze toch niet naar mijn huis komen? Webwinkel. En hoe heet die webwinkel? Ja, wat dacht je? Dat weet ik niet, dat vraag ik aan jou. Knolpower.nl. Goed zo. Je kan ze ook als overhandschoen gebruiken. Nou, dat is een beetje zonde. Nou, mag jij dat tas? Oma de tas. Nou, leuk jongen. Ja, tevreden? Ja, prachtig. Mooi zo. Mooi. Heel mooi. Kijk eens even, joh. Hebben jullie mooi gedaan? Dat dacht ik. Dus de rukbunker voor de aankomende dagen. Ziet er mooi uit. Netjes hoor, hebben jullie even snel opgezet. Nee. En dit is geen opklap, denk je? Dat is echt even. Echt met haringen en zo. Ja. Heel nice. Ja, mijn moeder en Gert die blijven hier slapen. 2 dagen bij mijn opa en oma. Super gezellig. Ik ga vanavond gewoon weer met de motor naar huis. Mama en Gert blijven lekker slapen. Ja joh, en dat is leuk. Heb je het tintje wel eens gezien? Nee, wil je een hapje cracker? Ja. Alsjeblieft. Lekker hè? Maar binnen is het leuk. Mag eens binnen kijken? Nou, kijk eens even. Oh, dit is wel gezellig hoor. Heel knus hè? Ja, dit is heel knus. We gaan lekker knuffelen vanavond. Heel gezellig. Vind je het mooi oma? Ja, ik ga het proberen. Mama zei dat jij daar vanavond in gaat slapen. Jij niet? Ik niet. Wat heb je daar? Wat is dit? Wat is dat? Een limonadetank. Gert verklapt het. Sorry. Ik hoor iemand zeggen, wat is dit? Dan zeg ik voor het water. Wat voor dingen? Ja, drie van die eentjes. Ja, ik weet niet wat het is. Oh, god, nou is ver. Ja, zie je wel. Als jij ergens naar werk zit. Drie van die eentjes? Ja, die. Oh, dat zijn van die partypoppers, van die feesten-icoontjes. Drie van die eentjes en partypoppers. Oma die leest even wat op van Milans telefoon. Dat we nu al wat meer zien en ook praten. Omdat we hem weinig zien in de vlogs. Juist. Ja, nou leuke reacties allemaal. Ja, hele mooi. Leuke reacties. Zijn de eerste. Hé Irma, leuk dat je deze vlog hebt gemaakt. Ik was in het begin ook niet goed met jouw YouTube. Maar dat je het een paar keer doet, lukt het beter. Ik weet niet van wie het is. Oftewel, eigenlijk was het gewoon een groot drama in de eerste video. Maar kom vast goed. Ja. Dankjewel voor de... Ja. Er is nog hoop. Ja, er is nog meer O&A-video. De video van mama staat online, de allereerste video. En dit zijn reacties onder de... Is live. Hele leuke eerste video, Irma. En dat is een appel en een peer volgens mij. Nee, dat is van Esther Goos. Een appel en een peer. Met een hard eyes, met zo'n knipoog. Oh. Een appel en een peer. Oma heeft even reacties opgelezen van de eerste vlog van mama. Superleuk. Ja. Zijn toffe reacties in ieder geval. Nu gaan we uit eten. En nu is het nog wel eens een dingetje dat het vaak zo is als bij een verjaardag of een bruiloft of een feest. Dat je dan netjes gekleed moet zijn. Hè? Ja.
Nou, nu zie jij er iets netter uit dan ik. Ik heb wel een heel tof t-shirt aan, vind ik. Net nieuw op knolpauw.nl. Maar ik heb iets gruwelijks. Ik heb nu zoiets vets. Als jij in je handen klapt, dan heb ik het in één keer aan. Ja? Wow! Wow! Dit is echt mooi. Ja, hè? Hij is echt mooi. Gruwelijk, hè? Zo! Ik vind dit zo keihard. Wat? Kijk wat ik heb. Dit is echt mooi. Nee, meen ik kijk echt. Wat ik aan heb. Oh, dat moet eraf. Kijk open. Ja, dat moet eraf. Kom maar even weg. Dit bedoel ik. Dat moet eraf. Weer. Knolpauw. Hey, Enzo, mijn oma die zei dat moet eraf, maar dit dat was dat eraf. Logo. Die zag niet dat knolpauw hier op de achterkant. Oh, dat ja, zag dat ze dan niet. Dit staat ervoor. Zie je? Ja, hij ziet er heel cool uit. Ik ben hier zo blij mee, hè. Ja, dit hij is heel cool. Dit wordt de limited edition op mijn webshop. Zal ik hem dat eraf halen? Ja, graag. En weet je waar je dit kan halen, oma? Ja, op de webshop. Hoe heet hij? Enzo Knol NL. Nee. Nou, het is wel zo dat als je enzoknol.nl intypt, dan kom je op knolpauw.nl. Dat is uiteindelijk de website. Oh, dat is Jezus. Ho. Verdomme. Jongens, ja? Weet je nog dat oma ooit ons haar heeft geknipt? Ja, die zei ik doe een klein stukje. Ja, helemaal scheef. Ja. Net zoals toen we last hadden van onze tanden. Toen moesten we nog tanden wisselen. Toen zei oma, mag ik wel even kijken? Nee oma, want jij gaat eruit trekken. Nee, doe ik niet. Ik wil alleen even kijken. En dan uiteindelijk na heel vaak zeggen, mag ik kijken? Dacht, oké, ben ik van dat gezeur af. Je doet je mond open en oma die kijkt zo. En die pakt zijn tand vast, flats! Die trekt hem zo in één keer eruit. Ja, dan moet ze wel lachen, hè? Dat weet ze nog wel. Ja. Hoeveel tand heb jij bij ons wel niet eruit getrokken? Nou, ik was net een tand uit. Ja. Jongen. Nou, hij ziet er cool uit, bro. Ja, thanks man. Nou, deze komt ook in de blauwe versie. We heel even kijken. Outfit of the day, man. Ja, thanks man. Ik ben echt blij mee. Ik ga even kijken. Hier, Gert, kijk. Knolpauwer overhemd. Zo, dat is vet. Gaaf, hè? Ja, vind ik echt mooi. Nou, dank je. Ja, super. 1 juli, dames en heren. 1 juli om 12 uur komt deze online. Limited edition. Dus die is er maar eenmalig. Deze en een blauwe variant. Die blauwe laat ik ook een van de komende vlogs wel zien aan jullie. Maar echt heel tof. Ik ben heel blij mee. Nu gaan we uit eten. Oma, wat heb jij? Dit heet beenham. Ja, beenham. Oma heeft beenham met asperges. Opa die heeft een dikke schnitzel. En ik schnitzeltje. Een schnitzeltje. Nou, dat is iets meer dan een schnitzeltje. Je hebt echt een mega schnitzel. Ja. Maar ik heb trouwens nog heel goed nieuws. En dat is? Ik ben bij de tandarts geweest. Ik had 0 gaatjes. 0 gaatjes. Geweldig. Goed, hè? Ja. Krijg nu net als vroeger 5 euro? Ja. Ik denk dat ik binnenkort ook maar eens even een cijferlijst ga uitprinten met allemaal 8 en dan laat zien aan opa en oma. Kijk, geld voor een cijferlijst. Zo, ik heb hier zelf gekozen voor de lente cheeseburger. Knijters, wat een burger niet oma? Ongelooflijk, zijn de woorden van mijn oma. Daar had ik een hele week genoeg aan. Dan die eet ik zo helemaal achterover. Met patatjes. A few moments later. Hoera, hoera. Ik ben de klaar. Hoera. Dames en heren, ik ben ondertussen weer thuisgekomen met de motor. En ik heb zo ontzettend genoten van vandaag. Dit zijn echt de leukste dagen met familie. Gewoon lekker gek doen, ouwe hoeren, lachen. En lekker met elkaar zijn. Dat was echt top. Dus nogmaals, opa, voor als je dit terugkijkt. Nogmaals gefeliciteerd met je 80ste verjaardag. Super leuk gehad. En heel erg mooi dat jij ook hebt genoten. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Ik zie jullie morgen heel graag bij een nieuwe video om 4 uur. Ik zou zeggen, vergeet niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En vergeet niet dat blauwe duimpje omhoog te doen. En
Morgen zie ik jullie heel graag weer, want dan ga ik echt iets heel erg tofs doen. Daar heb ik super veel zin in. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette pit. Oh ja, en ik ga lekker in badje. Hoppa! Slaap lekker! Doei! Knol, power!